dit is de sponsorendag 2013. Deze dag staat in het teken van Masterchef Amfitrion. En zij gaan in teams van ongeveer 20 personen samen strijden voor de beroemde gouden spatel. In die teams gaan ze aan het werk en zij vinden in hun black box, in een zwarte doos, alle ingrediënten waarmee zij een gerecht gaan samenstellen. We zijn heel benieuwd naar hun culinaire hoogstandjes. Wij gaan een traditionele Franse schotel maken volgens het recept van mijn grootmoeder. Ik hoop dat de winst. Nou, dat is een bevestiging van het feit dat onze sponsoren eigenlijk op hand gedragen worden door een vereniging. Als sponsor zijnde kan ik niet anders zeggen dat ik al die 13 jaren geweldig genoten heb van de gastvrijheid van Amfitrion. Met een 8,05 Team Rood! Omdat het wel echt de meest vette vereniging is van heel Maastricht. Gewoon genieten, maar echt genieten. En soms wel even een beetje drinken. Ook. De aandacht ligt niet op het drinken en eten. Dit keer ligt er gewoon echt op de sport. En dat is voornamelijk het belangrijkste. Ik hou van hockey en voetbal, toch? Volleybal. Voetbal. Heel veel gechanst en getanst. Vooral op het creatieve vlak heel erg kunnen ontwikkelen. Heel erg bezig met leuke dingen organiseren en allemaal super. Ik denk dat ik hier door de jaren heen vriendschap heb opgebouwd waar ik de rest van mijn leven bij blijf. Door zo'n zwemvereniging als Amfitrion hebben we toch wel die connecties en dan kun je altijd een beetje ook naar binnen gemanoeuvreerd worden en toch later een baan krijgen door middel van Amfitrion. Want mensen weten wat ze van jou aan kunnen, want jij bent amfitriaan. En amfitriaan zijn mensen die weten wat aanpakken. Ja, sociëteitsbestuur, barrunnen, mensen aansturen op een plek wijzen als ze te ver gaan. En ook eigenlijk gewoon... Jongens! Dit kan natuurlijk ook, dat is ook heel belangrijk bij de vereniging.